Dat door met de dorpsvloer helemaal vult is. En zo meneer, dan is dat mooi. En nou heb ze zo meneer, die leggen mooi uitleg. En dan heb ik het nog even over de mensen die dat gaan doen. Er zijn drie mensen van onze folklorevereniging die het in de praktijk ook meedoet aan dorsen. En de twee opvolgende die volgt erop in een ritme van 1, 2, 3. Wat ik nog zeggen wil is, dat is wat je ziet de rog in omhoog springen. Zie maar zo, ze sloot dus op de koppen van de aren. En die stokken, die bindt op de lengte van deze mensen. Zodanig gebogen dat ze met de platte bodem van die stokken op de bodem, de dorstbodem sloot. Dus ze mag zich wat ietsjes bukken, maar niet veel meer. Die stokken die bent in de midden warmer. Ja. Rustige blaad, probeer rustig. Jullie lieve pony? Ja, zoals een verzorgpony. Al 3 jaar. En deze is een beetje ja. Ik denk
Oh, Jan, er is nog niks gekomen. Hij is zin, dat is wel niet. Ja, dat gaat
Dag Alex. Wat moet je doen?